Ja. Nou, hallo allemaal, beste kijkers, ook voor de mensen die op Facebook kijken en of de mensen die het terugkijken op Christ Channel. Welkom. Vandaag gaan we het hebben over, gaan we twee filmpjes behandelen en we gaan nu beginnen met de eerste. Deze zal gaan over een oude demoongod die achter de gay agenda zit, dus achter de homo agenda of LHBTI agenda, die op dit moment heel erg aanwezig is, wat over de hele wereld eigenlijk aan de gang is en waar misschien sommige mensen nog niet volledig van op de hoogte zijn. En in dit filmpje wordt daar meer uitleg over gegeven en ik ga het voor jullie vertalen, want dat wordt voornamelijk in het Engels, of wordt in het Engels gedaan. We know that the enemy is behind killing, stealing and destruction, but how you portray that this has happened before. This has been happening. This is nothing new. The only thing that in our culture, it's actually now more than has happened before. I mean, it was the idea that you push God away and then other gods come and replace that. Gods of money and Baal and all of this stuff. And then sexual revolution comes in place of that. And then, of course, when you start having sexual immorality, guess what's going to happen? You're going to have unwanted pregnancies. What do you do with unwanted pregnancies? Well, there's another god that comes in and he drinks blood. He wants blood. He wants killing and especially of the babies. I mean, and then there's a chapter there. That's most chilling chapter for me, because when you describe the sounds and the priests and the music that was involved in killing. Ja, waar ze het hier over hebben en wat begint al vrij snel. Maar in eerste instantie gaat het over de oude goden die genoemd worden in het Oude Testament. Dus voor degenen die de Bijbel hebben, die kunnen het daar onder andere in terugvinden. Molech, Baal, Astaroth, dat zijn allemaal oude goden die aanbeden werden door bijvoorbeeld Solomon of Agab. De koningen en door het volk daarvan. Wat hij hier ook zegt van die goden, die waren er toen op dat moment al, die gingen weg uiteindelijk omdat God kwam en Jezus kwam en de profeten die natuurlijk het woord van God gingen verkondigen aan de mensen, daar toen hadden zij geen macht meer. Maar op dit moment komen ze eigenlijk weer terug, want we leven helaas in een aardig goddeloze wereld op dit moment. En God wordt steeds meer weggedreven. Vroeger werd er nog veel op scholen, ook in Nederland, werd er godsdienst gegeven. Werden mensen met christelijke normen en waarden opgevoed. Dat is helaas vandaag aan de dag is dat een heel stuk minder van wat het was. En zo zijn er vele andere landen die dit ook hebben. Maar dus nu God meer weggedreven wordt, komen deze afgoden uit het Oude Testament komen weer terug en worden weer opnieuw aanbeden. Sterker nog, wat hij hier ook zei, in nog grotere mate vanwege bijvoorbeeld social media en dat het nog erger was dan vroeger. Babies, and you correlated that with what's happening in abortion clinics. I mean, it was scary. And then you came back and start talking about the other side of this goddess that has to do with transformation. I think you call it transformer. Yes. Could you speak into that? Yeah. There's another side to this Ashtar. Ja, wat we hier verder nog over zeiden is de god van seksuele immoraliteit is Astaroth. Of zo wordt het genoemd in het Hebreeuws, onder andere. En deze god is op dit moment heel erg aanwezig. En wat dat bijvoorbeeld mede voor zorgt, is dat bijvoorbeeld heel veel vrouwen ongewenst zwanger raken. Omdat er gewoon heel veel seksuele immoraliteit is. En ze hadden het erover dat er meerdere goden zijn en dat het eigenlijk ze elkaar ook een beetje ondersteunen. Want als er meer zwangere vrouwen zijn die ongewild zwanger worden, is er ook nog een god die eigenlijk kinderoffers graag wil. Dus wat je bijvoorbeeld weer terug kan zien in de abortusklinieken die op dit moment heel erg veel zijn. Dus waar eigenlijk onschuldige kinderen op dat moment doodgaan. En eigenlijk in zekere zin ook weer geofferd worden aan die afgod die juist die jonge kinderen graag als offer wil aanvaarden. This Ishtar, you know, and the thing is,
It comes with, notice, it's all from the sexual revolution. So it's that's the goddess where you're going to get something else now. And in her, when I looked at her ancient tablets, her ancient inscriptions, it says, she says, I am a woman, I am a man. It says in her hymns, it says, you, goddess, have the... Ja, wat hij hier, hij spreekt dus nu specifiek over de godin Astar of Astaroth. Er zijn meerdere benamingen. Een ander woord voor waar in Griekenland was bijvoorbeeld Venus of Afrodite. Zeg maar, volgens mij is het Afrodite voor de Grieken en Venus voor de Romeinen. Dat is de specifieke god waarin hier naar verwezen wordt. En deze god is ook de god van transformatie. En hij heeft hier een studie naar gedaan en op de oude tabletten van de oudheid die hij kon teruglezen, zegt deze godin of god, ik ben een man en ik ben een vrouw. Dus ze is een god van transformatie. Maar hedendaags zien we heel veel mensen die zich laten ombouwen, die zich man voelen en in eerste instantie vrouw zijn en zich man voelen en zich laten ombouwen. Nou ja, dat komt eigenlijk heel erg overeen met deze afgod Astar, die zegt van ik ben een man en ik ben een vrouw. Dus je hebt ook onder de LHBTI mensen die zeggen van ik ben ontzijdig, ik ben man en vrouw. Of ik ben niks, of het verschilt. De ene dag ben ik dit, de andere dag ben ik dat. Nou, dat komt heel erg overeen met de god van transformatie. Power to turn a man into a woman and turn a woman into a man. So this is the goddess, the principality of the destruction of gender, androgyny, merging male and... Ja, wat hij hier ook zegt, van dat het een god is die eigenlijk genders kapot maakt. Dus die ervoor zorgt dat de lijnen tussen man en vrouw, die God natuurlijk geschapen heeft, van maar in eerste instantie, Genesis werd er natuurlijk benoemd, hij maakte man Adam en vervolgens Eva, de vrouw. En wat deze god dus doet, is eigenlijk verwarring zaaien onder mensen. En eigenlijk ervoor zorgen dat ze eigenlijk, hoe God ons gecreëerd heeft, dat mensen zich daar niet prettig bij voelen. Dat we daar ons van willen afkeren. Voor sommige mensen dan. Female. Blurring female and male. Blending men and women. Merging them. And that is why you are what? We are all watching this in our culture right now. It is a spirit. It is not natural. And it is this exact principality that is affecting everything. And the thing is that you know, it couldn't happen earlier because it was too radical. So, you know, the 1960s America, it was too radical for that. They just come out. But ja, wat hij hier verder ook zegt van dat vroeger van in de jaren 60 dat dat nog te radicaal was en dat er toen nog veel meer christenen waren en dat en christennormen waren werden aangehouden, dus dat het toen nog niet kon, maar ook ja dat het ja, eigenlijk voornamelijk dat. What happens is as this sexual goddess, as this goddess of sexual immorality, mm-hmm. as she gets entrenched in the culture, her darker work starts coming out. And we are in now the next phase. That's why we're all dealing with this now. That's why it's affecting literally everything. And I'll give you exact. It says you grind away the masculinity of men. So now before we, it's beyond, it's not just the sexual realm, it's every realm. Look what's happening in our culture. You know, there is actually a war on manhood. There's a war on, you know, that she seeks to take men away from manhood, away from fatherhood, away from... Ja, wat hij hier ook zegt van, deze godin is niet specifiek alleen een godin in, is niet een godin in fysieke vorm per se, maar vooral in een spirituele vorm. Dus het is een geest eigenlijk die mensen overneemt. Dus die mensen, zeg maar, deze gedachtegang laat krijgen. Als mensen deze god aannemen, krijgen ze die geest dus in hun. Wat er vervolgens voor zorgt dat zij dus ze denken van, hey, ik voel mijn man of ik voel mijn vrouw. Ik voel mij niet hoe ik als ben geboren. En eigenlijk zorgt het dus voor verwarring. En wat ze verder nog hierover zeiden is dat eigenlijk, zeker in de hedendaagse cultuur, dat we er heel erg mee geconfronteerd worden de laatste tijd. En dat het steeds meer prominenter wordt, omdat we eigenlijk een nieuwe fase ingaan waarin we eigenlijk er niet meer omheen kunnen.
Als je nu ook kijkt op het nieuws van, misschien een heel simpel voorbeeld van, ook van hier in Nederland, was een voetbalspeler van Feyenoord, die vanwege geloofsovertuigingen zei, ik wil niet deze band dragen met LHBTI, wat onder andere voor deze afgod representeert, zei vanuit geloofsoverweging wil ik dat niet doen. En vervolgens hele social media viel erover, allemaal mensen online die zeiden van oh, dit kan echt niet, ze moeten die man ontslaan, hij krijgt ervoor betaald, hij moet dit doen. Als je kijkt hoeveel kritiek er op die man werd geuit, omdat hij zei vanwege geloofsovertuigingen wil ik dat niet doen. Ik respecteer het, maar ik wil er niet aan meedoen. En vervolgens kwam er zoveel kritiek op. En wat ze ook probeerde te doen, deze godin, is eigenlijk de mannelijkheid van de man weghalen. Op dit moment is er een oorlog gaande op de mannelijkheid van de man. Want daar begint het bij. Op dat moment, als dat weg wordt gehaald, is er geen weerstand meer. Dus daarom dat er nu heel erg gefocust wordt op dat mannen eigenlijk meer vrouwelijke karakteristieken krijgen. En dat de vrouwelijke personen juist aangemoedigd worden om juist meer mannelijker te zijn. Dus veel meer de mannelijke aspecten zeg maar eigen maken. En dat de mannen zich misschien gaan kleden zoals vrouw. Bijvoorbeeld heel simpel iets. Of dat ze zeggen van ah, je hoeft niet voor de vrouw te zorgen. Van wij zijn sterke vrouwen. Terwijl in eerste instantie traditioneel gezien de man de beschermer was van het gezin. Degene was die het gezin voorzag van geld of wat dan ook, wat er maar nodig was. En dat dat nu omgedraaid wordt. Dat het is van nee, dat hoeft niet meer. Vrouwen zijn sterk genoeg, je hebt een man niet nodig. Dat is wat hedendaags veel verteld wordt. Marriage, away from providing, away from what? Away from women, you know. And so you know, because she grinds that away, she seeks to feminize them. She was actually the goddess who hated the patriarchy. She hated any kind of authority with men. Well, this spirit is so thick in our culture, you can cut it with a knife. It is so thick. You know, if a man acts masculine, they'll say that's toxic. Uh-huh. If a woman acts masculine, they'll say, bravo, that's wonderful. What is that? That is this spirit. It's crazy. Well, it also says she masculinizes, she defeminizes women. So her job is also to take women away from womanhood, away from motherhood, away from marriage, away from men. Well, we're watching it happen. Ja, wat hier ook zegt, van dat hij eigenlijk vrouwen, of dat zij eigenlijk vrouwen aanmoedigt om zeg maar het moederschap achterwege te laten. Dus juist zeggen van nee, je hebt geen man nodig, dus mannen wegdrijven. En je ziet dat ook weer terug in de hoeveelheid scheidingen, die aantallen worden steeds hoger ten opzichte van vroeger. Als je dat terugziet in de statistieken, is dat enorm omhoog gegaan. En dat speelt hier mede doorheen. Wat vrouwen aangemoedigd worden van nee, je hoeft niet thuis te zitten, je hoeft niet een kind op te voeden, komt later wel. Van ga eerst maar voor jezelf zorgen en zorgen dat je jezelf kan redden, man komt later wel. Happen. It's, you know, all this. You know, she was a goddess who was female, but she had masculine qualities. And so she's seeking to make women now into her own image. That's what she now. But it goes further because you know what happens is now it goes into the sexual realm because she's the goddess of sexuality. Mm-hmm. So what happens now? She is blending the lines of male and female. So what would we expect to happen? Exactly what's happening right now. Wow. She had an ancient priesthood. Her ancient priesthood were men who walked around her temples dressed up as women. The acting as women, talking as women. Ja, wat hij hier ook zegt van vroeger tijdens de tempelceremonies van deze godin, had zij zelf mannen die gekleed waren als vrouw, die praten als een vrouw, die zich voordeden als een vrouw, die als vrouw zeg maar reageerde. En dat waren haar dienaren eigenlijk. Dus eigenlijk alles omgedraaid in zekere zin van wat normaal, traditioneel gezien, zo was. Appearing as women in drag. And so what happened is, you know, when, you know, actually, you know what? You know what? But you know what stopped this? The gospel. You know, we have a short memory. We don't realize this. So when you take God out, it is absolute. It's inevitable that this is coming back. We could have predicted this. So this goddess had priests that were men dressed like women. This is pretty much what you're saying, where this drag thing started a long time ago.
Yes, exactly. Remember, it says she turns a man into a woman. She turns a woman into a man. And she possess. Ja, wat ze hier ook verder zeiden van dat eigenlijk dus dat zij mannen in vrouwen verandert en vrouwen in mannen. En ja, dat eigenlijk de drag queens, ik weet niet of de mensen online daar per se mee bekend zijn, maar ook volgens mij laatst las ik nog een artikel dat in Rotterdam een bijeenkomst was geweest. En dat ze die in het geheim hadden vervroegd, zodat de mensen die voor wilden protesteren, dat die te laat kwamen. Maar eigenlijk komt dit al vanuit de oudheid. Dit bestond al duizenden jaren geleden, voordat wij er überhaupt bekend mee waren, was dit er al. En de drag queens waren toenertijd zeg maar de dienaren van deze afgod. En ja, de hedendaagse drag queens die wij kennen, wat natuurlijk mannen zijn die gewoon verkleed zijn als vrouw, dat krijgt hier ook steeds meer populariteit. Dat was toen in Rotterdam volgens mij, was het, dat ze gingen voorlezen voor kleine kinderen tijdens de boekenweek of zoiets was het. Nou ja, daarmee worden jonge kinderen eigenlijk alweer mee in aanraking daarmee gebracht. Terwijl vanuit vroeger we natuurlijk meekregen van je hebt een man en een vrouw. En nu heb je een man die gekleed is als vrouw die vervolgens je kinderen gaat voorlezen. That priesthood. And the thing is, and let me go further. She not only dressed them that way, which we see in our culture. See, when you see this returning to the culture, and when you see the culture celebrating it, you know the gods are back and you are in very dramatic times. And the thing is that, because her priesthood is back, but the thing is that not only that, she also, you know, remember Jesus said they come back worse. Mm-hmm. In ancient times, she possessed her priesthood. Mm-hmm. But now she's seeking to possess an entire generation of children. She is using the very school system that once led them in the Lord's Prayer to transition them. Ja, wat hij hier ook zegt, is dat God spreekt ook in zijn woord van als er demonen uitgedreven worden en dat er vervolgens weer demonen binnenkomen, dat er dan meer komen dan dat er in eerste instantie uitgedreven zijn. En dit principe geldt eigenlijk ook voor deze afgod. Die is verdreven en die komt weer terug. En in eerste instantie had zij beschikking over de mensen die haar dienden, over haar dienaren. Alleen nu op dit moment komt zij sterker terug en wil ze nog meer. En wil ze eigenlijk proberen om de hedendaagse jeugd eigenlijk voor haar te winnen, zeg maar over te nemen. Om die aan te vallen in hun gedachtegang en hun te verwarren. Want zodat zij haar gaan volgen en niet God gaan volgen. Speaking of which, remember, you know, she's the one who transformed. That word transform. Well, not only did she do it by clothes, it actually says that she actually had priests who were surgically transitioned from men into, quote, women, you know. Ja, wat hij hier ook zegt van, wij kennen natuurlijk het, zeg maar, zij was de godin van transformatie. Nou ja, een hedendaags woord die wij heel veel terugkrijgen is trans. Deze personen zijn trans. Dus dat is natuurlijk heel, nou ja, bijzonder. In zekere zin is het logisch, maar in ook weer bijzonder, want zij is de godin van transformatie. En deze mensen zijn trans. Dus ik hoop dat jullie de vergelijking zien. En niet alleen dat. Zij was vroeger al dat zij haar dienstknechten, de mannelijke dienstknechten, dus ombouwde al zelf chirurgisch tot vrouw. Waarschijnlijk niet zo goed als wij dat nu hedendaags kunnen, maar dat deden ze dus wel. Toen al. In fact, I put it in the Return of the Gods. There's a quote where it says, it describes the transition men dancing before the goddess carrying scalpels, like as if they're celebrating their surgery. So this is where we are. And this has affected our entire culture. And there was an event that happened. Actually, we talk about New York City. So much begins in New York City with all this, yeah. But there was an event that happened in New York City in 1969, that began the whole movement, the Pride movement, Rainbow movement, all that, you know, altering gender. And on that. Ja, wat hij hier benoemt is dat er in New York in 1969 een bepaald moment, of eigenlijk een startschot was
van waarmee dit in actie werd gezet. En daar gaat hij hierover meer over vertellen, over Pride, wat wij natuurlijk ook kennen. Er is natuurlijk een Pride maand en daar gaat hij zo meteen wat dieper op in waar dat nu precies vandaan komt en hoe dat is ontstaan. The night that it began, all the signs of the goddess started manifesting on the streets of New York City. So we're gonna look at that in just a moment. But guys, I don't know if you got this concept. I want to encourage each and every one of you, get this book. You will be able to read it in a few days because it's so captivating and it's so real. You can take a newspaper and take this book and pretty much see the confirmation of what Jonathan is sharing. So pretty much he's sharing that this Ashtoreth, this goddess, she has a darker side to her. She's a transformer. And he talks about her priests who are pretty much, you know, this is where this whole transgenderism, this whole drag stuff, all of that came from a long time ago. So this evil spirit, this evil god that is infiltrating our culture is actually behind all of this. And then what Jonathan alluded to, that I want you to speak into, pretty much in your book, you reveal this mystery that exploded on the streets of New York City and transformed the American world as well as the culture. And you actually highlighted different signs that all took place right here in the United States. Can you speak into that? I'll give a little taste of it. That is. Ja, waar hij het hierover heeft is dat er dus tijdens die nacht of avond in New York dat er bepaalde tekenen waren die eigenlijk laten zien dat deze godin hierachter zit. En dat deze godin op dit moment achter de schermen werkt aan dit. Dus dit komt niet van de mens. Dit is gewoon een god, dit is gewoon een geest. Net zoals de Jezebelgeest die rondgaat, is dit een andere soort geest die rondgaat. En die de mensen die hieraan deelnemen en die dit vieren, bijvoorbeeld tijdens deze Pride maand, dat die eigenlijk deelnemen en deze geest ontvangen. Door deel te nemen aan het feest ben je eigenlijk ontvang je en zijn aan het meevieren, ben je deze godin aan het aanbidden. Dus ook voor de christenen die dit misschien kijken en die denken van ik ga hier naartoe of ik ging hier voorheen naartoe, wil ik jullie ook vragen van ga er niet naartoe. Neem er niet mee deel aan, ga er niet naartoe, keur het ook niet goed, maar blijf er weg van. That one of the signs, it was called Stonewall, and this was a riot where they basically, it was a same-sex bar, and the police raided it, and the people tried to storm it with the police in there. They actually set it on fire with the police in there. They tried to do it, and they tried to storm the bar. Well, this began the whole movement that we know today as Rainbow and Pride and LGBT, all that began there. Well, on that night, all these signs of the goddess appear in New York City. For instance, one of the signs of the goddess when she goes to war is the lion or the lion's head. Mm-hmm. Right, the sign. Ja, wat hij hier ook zegt van dit evenement wat toen in New York had plaatsgevonden in 1969, heette Stonewall, wat eigenlijk betekent stenen muur. Om een beetje context te geven, was dit een bar, een gay bar, waar voor mensen van dezelfde gender zeg maar bij elkaar kwamen. En dat politie toen de tijd een inval deed, omdat ze waarschijnlijk niet goedkeurden. En dat ze vervolgens die politieagenten aangevallen werden door deze mensen. Onder andere opgesloten werden. En er waren verschillende tekenen. Waaronder dat deze godin ook met leeuwen te maken heeft. En daar gaat hij nu zo nog wat meer over vertellen. I'll just say this, I won't go into detail. The sign of the lion's head appeared that night. One of the things that, you know, there's something called the Dance of Ishtar, that when she goes to battle, she dances. In the middle of the riot, these men start dancing. They perform a dance in the middle of the riot. And as they dance, they start. Ja, wat hij dus zegt is dat zij was onder andere, los van de godin van transformatie, was zij ook godin van oorlog. En tijdens dit evenement wat toen plaatsvond en tijdens die oorlog deden vaak mensen, deed zij een bepaalde type dans. En tijdens dit evenement deden de mannen die tijdens deze gevechten met de politie
Terwijl dat gaande was, deden zij ook een dans. Die overeenkwam dus met de dans die die godin toenertijd ook deed. Dus dat is onder andere een van de tekenen dat het van die godin kwam. En hij gaat nog meerdere tekenen benoemen. Singing a song, the words of the song are linked to the ancient tablets of the goddess. I mean, word for word. I won't go into it, but it amazingly so. One of the things is that in one of the ancient... Ja, verder zei dus het tweede teken was dat er een bepaald nummer gezongen werd van vroeger. En dat ditzelfde nummer dus door deze mannen die daar aan het dansen waren, gewoon woord voor woord, dat is toen opgeschreven, aan het zingen waren. En dat is wel heel bijzonder, want dat is waarschijnlijk al duizenden jaren geleden dat moment plaats heeft gevonden. En vervolgens, zoveel duizend jaar daarna, gebeurt dat weer. En die mensen die leefden toen niet, hoe komen zij aan de woorden om die vervolgens zo te zingen? Dat kan alleen maar van een god komen of van een geest die in die mensen is op dat moment. Mythologies of the goddess, it's that, first of all, the goddess always and hangs around bars. She calls it her temple. She's always in the bar, the tavern, the inn. She's the god. Well, where did this whole movement begin? In a tavern, in an inn, in a bar. But also, at the same time, it's... Los van de andere dingen, dus dat het een godin van oorlog was en van transformatie, was de plek waar zij altijd was in een bar. En dat is bijzonder, want dat die protesten, of die gevechten, braken ook uit in de bar. Dus toen dat binnen werd gevallen, braken die uit. Zij noemde het haar tempel. En daar gebeurde dat, die rellen onderling. Dus dat is een ander teken van dat het daarvan terugkwam. Says that, you know, this is called Stonewall. Stonewall is the beginning of it all. Well, in one of her writings, it says, you are the stone that breaks the Stonewall. The Stonewall. It comes from her. And actually, and not only that, but there was actually a whoop. Ja, en wat hij hier ook zei, een ander woord. Zij, in haar geschriften werd zij onder andere genoemd als een steen die een stenen muur zou breken. Nou, die locatie heette dus Stonewall, dus de stenen muur. En zij was dus de steen die de stenen muur zou kapot maken. En dat is eigenlijk wat op dat moment zich dus voltrok. Him who began the whole riot. There's one woman. She's a mystery woman. But the woman was masculine. I mean, it was like the goddess. She was like a channel of the goddess. She was a woman, but she has masculine attributes. She triggers the whole thing. And the thing is, the goddess was called, in her hymns, is called the Great Storm. You are the Great Storm. The god Ashtora or Ishtar is the Great Storm. Aphrodite, the Storm. Well, the name of this woman was Storm. Or Stormbed, yeah. Ja, en wat hij verder nog zegt is dat een andere naam voor deze Astaroth ook Storm was. En dat de persoon die deze rellen startte was een vrouw die zich als mannelijke attributen had, die zich mannelijk gedraagde, mannelijke eigenschap had. En haar naam was gek genoeg ook Storm. Dus dat is... Er zijn zoveel overeenkomsten met deze godin en dat op één moment plaatsvond en dat de aanstichter dus een vrouw was, wat die godin natuurlijk ook was, en vervolgens ook een andere naam voor deze afgod Storm was en dat deze persoon die dit startte ook Storm heette. So, and not only that, but even the timing of when Stonewall happened, I won't go into detail. It's linked to the summer solstice, which is linked to the goddess, linked to the full moon, linked to the month of the goddess. It all happened in which month? That's the month of Tammuz. Tammuz, which is in summer. There's more to say on that. I'll say more on that. But because it wasn't just that happened then, but it's a summer and the month of Tammuz. That's her. That's named after her lover. So, I mean, that whole month is named after her lover. Ja, wat je zegt van het gebeurde op een maand. En die maand zal hier verder zo ook nog dieper op ingaan. En deze maand heet de maand van Tammuz, staat die bekend. En dit is een zomermaand. En op dat moment heeft die afgod dus meer kracht. En in diezelfde maand speelde dit evenement zich dus ook af, zeg maar, in Stonewall in New York. Dus
dat is ook weer zeg maar een andere bevestiging. En de Tammuz was dus degene waar zij waar deze afgod een relatie in had. Dus dat is eigenlijk de naam van de andere afgod of wie die persoon ook maar was. Wow. And she pretty much claimed that goddess claimed 1 month of the ancient world. Yes. That month is the month of. Well, I'll tell you, because this is not just that movement. This has affected our entire world. Mm-hmm. I mean, this has affected everything. 1 month where she'd especially possessed the culture. And so I looked, okay, what was it called? Well, I looked back in the writings of the first Christians, because it was still happening, back then. Mm-hmm. So I looked at the writings of Saint Jerome, and he identifies it. And he says it was the month called, in Latin, he says it was the month of Iunium, or in English, the month of June. June is the month where she put... Ja, wat hij dus zegt is deze specifieke maand. En in die maand heeft zij dus meer kracht. En dat zie je ook weer terug in de cultuur. Zij neemt dan de cultuur over. En... In deze maand ging hij onderzoek naar doen en daar kwam uit dat uit de geschriften van de oudheid dat de maand juni was. Dus in deze maand juni heeft zij dus een maand geclaimd voor zichzelf. Possessed the culture. June, she was the goddess of pride. So June has become the month of pride. She's the goddess of altered sexuality. So June has become the month of altered sexuality. And think about it, but Jesus said it all, because the spirits go back to the house that they possessed. So she used to possess the month of June. She's gone back to it. June has gone back to its old form. And so, and not only that, here's another thing. She was also the goddess of parades. Parades. Wow. She caused men to parade through the city streets dressed up as women. Women parade the city dressed. Ja, en wat hij nog meer zegt is dat zij ook de godin van trots was, pride ook wel genoemd, en dat ze ook de godin van parades was. En dat zou denk ik bij vele mensen misschien al een belletje moeten laten rinkelen, want wij kennen deze maand ook. Deze maand hebben wij ook mee te maken. En deze maand heet Pride Month, dus eigenlijk de trotse maand. En dat is een maand, dus heel veel feesten zijn misschien een dag of een paar dagen. Maar dit is een speciale maand en tijdens deze Pride Month wordt er heel veel aandacht aan besteed, wordt er gevierd, zijn er optochten. Bijvoorbeeld in Amsterdam is er een optocht waar heel veel mensen vanuit allemaal verschillende landen bij elkaar komen, waar heel veel mensen feest vieren en waar mannen dan zeg maar op bepaalde manieren gekleed zijn, waar vrouwen op bepaalde manieren gekleed zijn en dat, ja, daar gaat hij nog wat meer over vertellen. Best of best, man. Parades that were full of colors and were full of sexual licentiousness, well, they're bad. They're bad. And they even, and you know when they stopped? When the gospel came. And now when you take God out, they're going to come back. You know, so and the people who are doing it, they don't know. They have no idea what they're doing. This is spiritual. But she knows what she's doing. And the other thing is that she had a sign, there was a sign that was associated with her. Mm-hmm. Ja, wat hij hier ook zegt is, deze mensen kunnen er ook niet per se zelf heel veel aan doen, want zij vallen gewoon onder de geest, zij zijn gewoon bezet. Dit komt niet vanuit hunzelf. Zeg maar, God zegt ook in zijn woord, wij vechten niet tegen vlees en bloed, maar wij vechten tegen de spirituele wereld. Dit is de spirituele wereld. Die mensen weten niet wat ze doen, maar die afgod weet dat wel. Die geest die daar rondgaat weet dat wel. It was a sign called the rainbow. It's the sign of the rainbow. And the interesting thing, so why is the rainbow the sign? The rainbow belongs to God. Yeah. But on her myth, it says that she steals what belongs to other gods for herself. Mm-hmm. So she takes the rainbow, and the rainbow... Ja, wat wil je ook zeggen van... tijdens die parades zijn ze vaak heel gekleurd gekleed. En wat hij dus zegt, dat ook een god, afgod is die andere kenmerken van bepaalde goden afneemt en voor haarzelf claimt. Nou ja, zoals christenen zijn we bekend met de regenboog, de belofte van God dat hij de aarde niet opnieuw zou met een vloed zou brengen. En zij heeft dus die regenboogvlag voor haarzelf gebruikt
En deze wordt mee gevierd tijdens deze parades. Waar mannen en vrouwen in hele schaarse kledingen, nogal seksueel getinte outfits en heel veel gewoon feest vieren. In deze, met een regenboogvlag en al deze kleuren van de regenboog. Oh, you know, I won't go into it, but in the book I show each color of the rainbow flag 100%. Actually it reveals the goddess, you know. And so, and think about this, about how crazy this is. You know, the American embassy, they fly the American flag. They don't fly other flags. Yeah. But we fly the rainbow flag celebrating sexuality. That's not natural. No. You know, nations will celebrate one day of the year to celebrate their birth or their independence. But nations all over celebrate 30 days given to this sexuality, and it's linked to the 30 days of the goddess. That's not natural. You have to, you know, you go to a super. Ja, wat hij hier ook zegt is wat ik eerder ook zei: van elk land heeft wel zijn nationale feestdagen. En heeft een bijvoorbeeld de bevrijdingsdag, zoals wij bijvoorbeeld morgen dodenherdenking hebben, en dan vervolgens bevrijdingsdag. Zo heeft elk land heeft wel zijn eigen feest, nationale feestdagen. Maar wat het bijzondere daarvan is dat we eigenlijk over de hele wereld, dus niet vanuit één land, een maand delen die over de hele wereld gezamenlijk gevierd wordt. Een maand lang. De meeste zijn misschien een paar dagen, misschien hooguit een week. Maar dit is een maand lang over de hele wereld gezamenlijk. Supermarket in June and you'll find children's cereal boxes with rainbows on them. That's not natural. That is supernatural. God, and so it's touching, really, touching our culture, touching everything. But not only that, even the Supreme Court. Because let me tell you how this affected our life. Ja, wat hij hier verder ook nog zegt is dat bijvoorbeeld tijdens die maand we denken van, nou ja, het is alleen zo'n feest, maar het komt overal. Want bijvoorbeeld een heel grappig, maar in de supermarkt tijdens deze maanden kun je soms dat bepaalde producten in een regenboogkleur in één keer verkocht worden. Terwijl dat normaliter nooit gedaan wordt, maar nu in één keer, omdat het die maand is, wordt het alles maar in regenboogkleuren gedaan. Kijk naar Tony Chocoloni. Ik weet niet of jullie dat ooit opgevallen is. Wij hadden laatst thuis een doosje en daar stond een regenboogvlag op. Van de verschillende kleuren die precies overeenkomen met de regenboogvlag die voor deze afgod eigenlijk gedaan wordt. En dat soort kleine dingen, dat moet je zien. Dat niet iedereen zal dat gelijk kunnen zien, maar er zit een betekenis achter. Er zit een reden achter waarom dat gebeurt. En jonge kinderen worden hier dan blootgesteld. Die zullen het misschien nog niet gelijk doorhebben. Maar zeg maar, in hun onderbewustzijn worden ze eigenlijk geprogrammeerd om dit te accepteren en hier aan mee te doen. Because the Supreme Court, you know, and I'm not, the Supreme Court doesn't know, didn't know what it was doing. You know, but the goddess does, the spirits do. The thing is, there have been three major rulings that have transformed sexuality. And they took place in a 12-year period. The first one legitimized same-sex sexuality. The second one struck down the Defense of Marriage Act. And the third one changed marriage forever. It altered marriage to become same-sex marriage. So, when were they? 2000, it was 2003, 2013, and 2015. 12 years. The first one took place in June. The last days of June, which are the time of the goddess, not the time of the summer solstice, that's the time of the goddess especially, happened on June 26th. Ja, wat hij hier ook zegt, hij gaat specifiek in op wetswijzigingen die door zijn gevoerd en waar mensen toen een tijd misschien nog niet heel erg bewust van waren wat de veranderingen waren. Dus bijvoorbeeld over zelfde geslachts. Die met elkaar mochten trouwen. Vervolgens dat je dat ging over de verdediging van huwelijken die afgeschaft werd. Zeg maar eigenlijk allemaal afschaffingen of acceptaties van wetten die dit goedkeurden of afkeurden. Niet tegen, maar juist in het voordeel werkende van deze afgod en voor de mensen die dat wilden volgen. En dat al deze over een tijdsperiode van 12 jaar geduurd hebben, één in 2003, één in 2012, als u het goed zei, 2012 en één in 2015. En het bijzondere van dat deze wetten aangenomen zijn, deze wetten zijn allemaal aangenomen in de maand juni. Allemaal in dezelfde maand dat die godin dus zeg maar
haar maand geclaimd heeft. Allemaal aan het eind. Het heeft ook te maken met de zon- en de maanstand. Wat ermee te maken heeft. En ze hebben dat, hij heeft dat onder andere nagerekend of onderzocht. En het bleek dus dat al deze data overeenkwam met deze afgod. The second one was 10 years later. Happened in June. Last days of June. Same day, June 26, summer solstice time. The third one, the defense, remember when marriage, we all remember it, when marriage was struck down. June, last days of June, time of the summer solstice, days of the goddess, June 26, the same day. June 26 is linked to the mystery of the goddess. And I'll tell you one thing, do you remember? Ja, wat hij hier ook zegt, alles vond dus plaats op dezelfde dag, op dezelfde maand. Alleen jaren uit elkaar en dat was op 26 juni. Dus al die wetten zijn ook op diezelfde datum doorgevoerd. Terwijl dat over een tijdsbestek van 12 jaar is, dan is het toch heel bijzonder dat precies die soort type wetsactes op diezelfde datum gedaan werden in die specifieke maand die daaraan gelinkt is. Dat is geen toeval. On that day, when Obama lit up the White House in the colors of the rainbow to celebrate. Mm-hmm. It's kind of like saying, hey, we're giving America over to the goddess, you know. And the thing is, that night was the 10th day of Tammuz. Ja, wat hij hier ook zegt is, toen president Obama bijvoorbeeld nog aan de macht was, toen hij deze wet ondertekend heeft, toen hebben ze het Witte Huis ook in de regenboogkleuren opgelicht. Dus eigenlijk een beetje symbolisch voor, wij accepteren deze afgod over ons Amerika, over ons land. Van kom maar binnen, eigenlijk gewoon een uitnodiging. En ja, die is er gekomen. Want kijk hoe het vanaf dat moment vervolgens nog veel extremer is geworden van wat het toen was. The calendar, the Babylonian calendar. Uh-huh. I looked and I found something amazing in the Babylonian calendar. It says that day, the 10th of Tammuz, is ordained, is appointed for the casting of a spell to cause a man to love a man. That was the day that... Ja, en wat dus die dag was, toen die kleuren van het Witte Huis, zeg maar, in de regenboogkleuren werden gedaan, was de 10e dag van Tammuz, waar ik het eerder al over had. En die dag, heeft hij onderzoek naar gedaan, is ook dezelfde dag dat er een vloek uitgesproken wordt over mannen, dat mannen op elkaar gaan vallen. Of eigenlijk gewoon dat mensen van hetzelfde geslacht op elkaar vallen. Dus op die dag werd die vloek vroeger toen al uitgesproken. En op diezelfde dag had president Obama, die toen de tijd president was en het Witte Huis in die kleuren heeft gedaan, was op dezelfde dag. Dus waarschijnlijk is er op diezelfde dag dezelfde vloek, maar dan over heel Amerika gekomen. Marriage was struck down and changed into that on the ancient day appointed for the spell. And so this is real, it's affecting everybody. Ja, nou, dus tot dusver dit filmpje. Ik hoop dat jullie het allemaal interessant vonden. Ik hoop dat jullie er wat van opgestoken hebben. Dat jullie er bewust van zijn geraakt en dat jullie ook elkaar hiervoor zullen waarschuwen, mochten jullie mensen in jullie omgeving kennen die hieraan mee deelnemen of mede-christenen, waarschuw ze hiervoor. Stuur ze dit filmpje. Kan ook, jullie kunnen ook online dit nog terugzien via Christ Channel. En als jullie misschien nog wat willen doneren, dan kunnen we meer van content maken voor jullie. En daar kunnen we jullie ook beter van maken. Voor het Koninkrijk van God kunnen we mooie dingen doen. En ik wil je bedanken voor je aandacht en nog een fijne dag.